hele goede middag, lievelingen. Welkom bij een nieuwe vlog. Bij de eerste vlog van 2019. Ik heb mijn oud en nieuw niet gevlogd. Omdat ik dacht dat het super saai zou worden. En ik twijfelde steeds om te gaan. Dus ja, ik had er gewoon ook niet zoveel zin in. Uiteindelijk was ik daar en was het gewoon leuk. Normaal gesproken geeft mijn pa altijd, organiseert mijn pa altijd een feest met oud en nieuw. En ben ik daar. En ik had dat dit jaar ook heel erg graag voor jullie willen filmen. Maar dit jaar heeft mijn pa geen feest georganiseerd, helaas. Voor het eerst in echt jaren. Net kreeg ik ook een berichtje van mijn vriendin die er dan ook altijd is. En die zei van dit is het eerste jaar sinds dat we elkaar kennen dat we oud en nieuw niet samen hebben gespendeerd. Dus ja, dat was wel een beetje even iets anders. In ieder geval, ik was niet echt van plan om dit jaar iets te doen. Ik had nog geen plannen. Of elke keer veranderden mijn plannen. Tot de dag voor oud en nieuw. Dat mijn ouders vroegen. We gaan met kennissen chillen in een zaaltje. Ze hebben een zaaltje afgehuurd en dan gaan we eten. En gewoon een kleinschalig feestje ervan maken met kennissen. Dus ik dacht, nou ja, waarom niet? Ik heb ook geen zin om in mijn eentje oud en nieuw te vieren in mijn bed. Dus toen ben ik gisteren gegaan en ik dacht eigenlijk dat ik de enige zou zijn van mijn leeftijd. Maar dat was dus niet zo. Er waren gewoon mensen van mijn leeftijd die ik kende. Dus dat was heel erg... dat was wel een meevaller, ja. Dat maakte het wel leuk. We hebben het in Meerkerk gevierd in een zaaltje. En ja, het was niet zo'n heel groot zaaltje. En het was in een woonwijk. Dus ik had eigenlijk gedacht dat er heel erg veel vuurwerk zou zijn. Maar dat viel ook een beetje tegen. Aan het begin was er echt heel erg weinig vuurwerk. Daarna werd het steeds meer, maar alsnog in mijn woonplaats denk ik dat er wel meer vuurwerk was geweest. En voor de rest, ja, dat was het eigenlijk voor mijn oud en nieuw. Niet zo bijzonder. Hopelijk hebben we volgend jaar weer een feestje, maar dat zien we dan wel. En voor nu, mijn vriendinnen komen er zo aan. En dan gaan we een film kijken. Ik ben vandaag aan het chillen. Met Boekie en Salwa, die beide blijkbaar niet op beeld willen. We gaan zo meteen een film kijken. We hebben eten gehaald. Ik weet niet of dat alles is. En ik ga nu warme chocomel en thee voor ze maken. En dan gaan we eindelijk beginnen met de film. So, yeah. Ik moest inzoomen op de PS, we gaan Black Mirror. En dan Bandersnatch. Ja, ik moest nog van iemand uitleggen welke film we gaan kijken. We gaan Bandersnatch kijken. En dat is zeg maar zo'n film dat je... Het is een thriller, toch? Ik heb eigenlijk nog nooit de thriller gezien, hè? Thriller. De thriller heb ik... Ja. Maar het is zo'n film waarbij je dan kan kiezen wat er gaat gebeuren in de film. Dus jij bepaalt eigenlijk hoe de film loopt. Waarschijnlijk zijn wij de enigen die dit niet hebben gekeken. Dus... Ja, waarschijnlijk hebben jullie er al lang. Ik laat die mee. En voordat die vlog ook nog eens uit is gekomen. Bitch, jij wilde zo laat afspreken, ja? Door jou moest het elke keer verplaatst worden. Mij. Nee. Salva kan altijd, nee. Ik kan altijd. Nee. Like, wij hebben geen leven. Ik ben levenloos. In ieder geval, ik ga nu thee en chocomel voor ze maken. Oké, zo mensen, wat er net is gebeurd. You'll never believe. Like, ja, wij drie kijken normaal gesproken altijd horrorfilms en thrillers en zo met elkaar. En wij fokken elkaar gewoon altijd, weet je. Wij maken altijd grappen of dan... Dan gaan we raar achter een persoon kijken en dan doen alsof er iemand achter die persoon staat of zo. Dus wij waren nu die film aan het kijken. En ineens gaat die deur open. Terwijl like, in mijn huis of in elke ruimte die ik ben, staan altijd alle deuren dicht. Dus Salwa was spraakmemo aan het luisteren of zo. Yes. En Boekie kijkt ineens zo naar links, want zij zit naast de deur. En ze ziet dat die... Ik wou zo geven. En ze ziet dat die deur open staat. Dus zij wenkt mij en ik zie dat die deur ook open staat. En er kwam heel erg veel licht uit. Dus... Like, ik was echt bang, want dit was echt geen grap van ons. Like, we zitten hier met z'n drie al de hele tijd. Ik dacht, want ik keek je aan en ik zei van nee, dit is vast een grap toch?
Want jij keek me aan alsof het zeg maar echt bijzonder was. En ik dacht, misschien gebeurt het gewoon vaak dat die deur af en toe uit zichzelf gewoon zeg maar random open gaat, weet je wel. Dus wij zo samen op zijn, wij lopen zo die gang op, staat die fucking voordeur, staat die gewoon open. Ze zagen het gelijk schelden van welke mongool had de deur opengelaten. Maar Sam en ik zijn allebei naar de wc gaan in de gang, apart. Dus anders hadden we zeg maar allebei zeg maar wel gewoon gehoord of gevoeld dat die deur open stond, weet je wel, door de wind. Maar we hebben allebei gewoon niks gezien dat die deur open stond en we hebben allebei ook gewoon geen wind gevoeld. Want het is fucking koud. Dat zouden we echt wel moeten voelen. Dus wij zijn allebei om de telefoon te pakken. Ik voor mijn flashlight en deze stukje voor 112. Ik had al 112 opstaan. Ik zat gewoon beneden. Dus... Ik zit... Ja, zij was gewoon... Ja! Zij dacht zo van... Ik zeg nog tegen haar, zet die film uit. Ik weet niet hoe dat moet. Hoe dan? Weet, hallo! We kunnen verkouden dus... worden boven je en ik ben gewoon zorgen maken dat die film niet uit kan ofzo. Dus Boekje en ik gingen naar boven, alle kamers doorzoeken, de zolder. Je hebt nog nooit eerder de zolder gezien, hè? Iemand loopt op geluid. Luister, kijk, hoor ja. Meerdere dingen geluiden boven, maar de buren zijn dus bezig met weet ik van wat. Verbouwen. Weet je zeker dat het buren zijn? Heb je geen shit dan hier rondom? Ja. Tuurlijk niet, ik heb heilige geest in mijn huis. De disrespect. Yeah, we have a different religion, you know. Nog meer disrespect. Wij gingen naar boven en ik had 112 al ingedoet op mijn telefoon en... Echt dom man, je hebt toch gewoon... We gingen zelf zonder nee, wapen of zo naar boven. Op een gegeven moment, wij gingen zo naar boven, we gingen iedere kamer langs. Wij keken zo naar die zolder. Ik ben nog nooit in de zolder geweest. Zo, ik durf niet. Dus ik ja, omdat ik open. Überhaupt nooit in de zolder kom, omdat ik bang ben voor spinnen, weet je wel. Weet je wat ik serieus dacht? Ik dacht, letterlijk, hè, als nu iemand met die pistool zo voor me gaat stemmen, ik zou zo boos worden, niet per se omdat hij daar staat, maar ik heb over 1 week tentamen. Ik kan niks riskeren. Ik moet die fucking tentamen maken. Ik moet gewoon mijn fucking P halen, anders gaat mijn moeder me echt slopen, hè. Moet me echt niet dat hij wat gaan stelen of wat dan ook. Maar ik was echt serieus. Dat was de enige. No joke, ja, dat ik gewond kon raken, dat ik dood kon gaan. Ik ging het eens in mijn hoofd om het eerste wat ik dacht was. Tentamen. Onder die tentamen is echt het enige belangrijke. En ik had eigenlijk echt. Ik zat serieus. We hadden alles al gezien. Er was nog één zo'n kast, zeg maar zo voor ons. En ik dacht serieus van. Ik wist dat hij daar niet in kon zitten, want al onze. Jurken ja. En zo hangen daar maar nou, allemaal. Maar als we verstopte gingen spelen, verstopten we ons altijd in zulke kasten. Deden we zeg maar achter de jurken. Oh my god. Zaten we zo verstopt, weet je. Want dan pas als je de jurk opzij zette, dan zou je dan een beetje... Boekie, jij moet een jurk verhaal beginnen. Jij gaat echt koud lopen. Oh ja, dat kan ik zeggen. Ja, wel. Dus wij dachten zojuist dat er een seriemoordenaar in ons huis was. Maar het blijkt dus niet zo te zijn. Oké, we hebben dus Bandersnatch niet meer gekeken. Want... We kijken het op de televisie en daar kan je blijkbaar geen keuzes maken dan. Dus we zijn nu Escape Room aan het kijken. So, yeah. Ah, goed. Oké, in de tussentijd is er nog meer gebeurd. Wij waren de film aan het kijken. En ineens hoorden wij, we hadden zeg maar, onze luxe flex hadden we dicht gedaan. Zodat ja, het wat spannender is en zo. En het enger is en zo. Dus wij waren in die film aan het kijken. En wij zaten echt helemaal in die film. Ineens, iemand klopt kapot hard tegen mijn voorraam aan. Zeg maar, van voor, weet je wel. Heb je een tasje? Nee, ik heb geen tasje. Dus ik, mag ik even dit eerst doen, dan kunnen we zo meteen praten. Dus ik helemaal geschrokken. Want like, wie doet dat? Waarom zou je dat doen? Dus ik zou die luxe flex openen. Of nee, lamellen hebben wij. Lamellen, maar ja, boeit niet. Dus ik zou die lamellen openen. Zie ik daar zo'n gast staan, zo van... Oh, sorry, was voor de buren. Like, wie klopt er zo hard op iemands raam? Ik was echt boos en jullie weten niet, omdat ik zeg maar bang was al van... Nee, het was gewoon disrespect. Ik zeg eerlijk, weet niet of het nou voor de buren is of niet. Als je niet zeker weet dat dat het huis is, ga je zo als een mogol op kloppen. Ook echt? En kijk, ik was al bang. Klop, het was echt boem, boem, boem. Ja! Gewoon wat je doet bij je mat is, maar als je... Stel je voor mijn raam was stuk gegaan. Op zondag? Ja, hij klopte zo hard. Ja, het is best wel kapot kunnen gaan. En zeg maar, ik wilde echt naar buiten gaan om er iets van te zeggen. Omdat, like, je hebt zojuist mijn hart gewoon... Mijn hart kon stoppen, ja. Maar, like, ik wist niet wat ik moest zeggen. Zo, so, ik kon niet gaan. Dus, ja, daarna hebben we de film gekeken. En toen is Salwa eerder weggegaan. En Boekie is nog best wel lang met mij blijven chillen. En nu gaat ze ook weg. Maar ik ben nog steeds een beetje bang dat er iemand in huis is. Dus ik durf niet alleen te zijn. Besef even, haar ouders die zijn nu onderweg. Die zijn over 3-2 minuten zijn ze gewoon al thuis. Ja, schreeuw nog harder voordat degene die boven is zich alvast kan voorbereiden. Nee, Peter, geloof mij. Dus daar ben je echt niet vermoord, hè?
Bitch, die persoon is nu waarschijnlijk al 6 uur lang op de zolder aan het wachten. Totdat ik eindelijk alleen thuis ben. Wat is zijn doel dan? Mij vermoorden. Geloof me, gebeurt niet. Dan haal ik het. Ik was degene die dit zo leuk vond en zogenaamd. Like, ik ben degene die met gevangenen brieven schrijft en shit. Dat ook echt. Kijk, jij zoekt het op. Helemaal niet. Nou, je zoekt het op. Hoe ging je de deur open? Ik wil niet met je weg. Oké, mensen, ik ga. Oh, ik ga. Koud. Dan ga ik boekje uit. Hey lievelingen, zoals beloofd heb ik nog een unboxing voor jullie van mijn nieuwe schoenen. Het zijn Mason Garments. Ik spreek het zo uit, maar ik weet niet of je het echt zo uitspreekt. Maar in ieder geval Mason Garments. En ik heb deze gekozen. Ik wilde nieuwe schoenen en ik heb altijd witte of zwarte schoenen. Dus ik wilde eens een keer iets anders, iets met kleur. En toen ik mijn vorige schoenen ging halen, mijn vorige Zanotti's. Toen zei mijn broer van, waarom haal je niet gewoon filling pieces of Mason Garments of zo? Dus ik zei van, nou wil ik niet. Weet je wel, ik vind ze niet leuk. En ja, weet je, iedereen loopt met filling pieces. Ik ben daar zelf gewoon niet van dat iedereen met hetzelfde loopt als ik. Daarom vind ik die Zanotti's ook zo leuk. Omdat ze eigenlijk een beetje uit de mode zijn. Dus niet heel veel mensen dragen ze nog. Dus daarom vind ik ze zo leuk. Maar toen had ik dus die schoenen besteld. En een tijdje later waren we aan het kijken naar schoenen. En toen was mijn broer aan het scrollen door Instagram. En toen zag hij deze schoenen. En hij liet ze aan mij zien van, kom op, vind je deze nou echt niet mooi? Want ik bleef telkens zeggen dat ik ze niet leuk genoeg vond en zo. En toen zagen we deze. En toen, ik vond ze heel erg leuk. En dit was echt maanden geleden dat we ze zagen. Maar ik heb het echt laatst pas besteld. Kijk hoe mooi ze zijn. Ze zijn bordeauxrood, wijnrood. Het licht moet meewerken. Ze zijn een beetje bordeauxrood, wijnrood. En ja, ik dacht, is een keer wat anders. Want ik heb nu elke keer... Hij staat niet echt scherp. Want ik heb nu elke keer zwart en wit. En daar wilde ik eventjes vanaf. Dat is kei leuk. En dan heb je hier zo het tekentje nog. En de achterkant is gewoon zo. En dan heb je hier zo ook nog dat er Mason staat. En dit was echt maanden geleden dat we ze zagen, zoals ik al zei. En ik had ze nog steeds in gedachten. Dus daarvan weet ik zeker dat ik ze dus echt leuk vind. Want meestal dan zie ik schoenen en dan denk ik van... Oké, weet je, ze zijn wel leuk. Of nou, dan denk ik echt van, oké, die moet ik echt hebben. En dan uiteindelijk, weet je, dan een tijdje later, een paar weken of een paar maanden later, dan denk ik echt van, waarom wilde ik die eigenlijk kopen? Maar nu heb ik deze. Het is maat... het is een maatje. Ik weet dat het maat 36 is, maar... Ja, het is een maatje 36. Van mijn Zanotti's had ik elke keer maat 35. En die zwarte zonnet die zitten iets te groot nog steeds met maat 35. Maar die wit met roze, die zitten gewoon echt, ja, gewoon goed, weet je wel. Gewoon echt mijn maat. Dus ik hoop dat dit goed gaat zitten met 36. Ik heb normaal gesproken wel gewoon maat 36. Dus ja, het zou eigenlijk wel goed moeten zitten. En het is het model Velvet Nabuc Bordeaux. Roma Classic. Als ik het goed heb. Zo, ja, dit zijn dan mijn nieuwe schoenen. Yes, dit zijn ze dan. Nou, en dit was echt nog het enige wat ik jullie moest laten zien voor deze week. Zo, bij deze ga ik ook gelijk mijn weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Ik heb het echt heel erg druk gehad. Maar ik heb wel gewoon nog hier en daar proberen te filmen voor jullie. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop jullie volgende week nog te zien bij een nieuwe vlog. Doei lievelingen!